hartelijk welkom allemaal op deze derde praktische vanmiddag in de veehandel in Woude. Wat ben ik blij dat jullie er allemaal weer zijn. Nou mag ik eerst maar beginnen met mezelf even voorstellen voor degenen die me nog niet kennen. Want dat was ik vorige keer mooi vergeten. Ik ben Sjanne Biemans, ik ben Roma vrijwilligster hier en ik ben meteen een beetje onderdeel zijn van het opzetten van dit Parkinsoncafé. Daarnaast ben ik mantelzorger van mijn Joost die al 10 jaar geleden de diagnose Parkinson heeft gekregen. En waarvan ik dus, ja, van, dan hoef ik jullie allemaal niet te vertellen wat je daar allemaal in tegen kunt komen. We hebben iedere eerste donderdagmiddag van de maand nodig wij een spreker uit. En in dit geval is het de heer Adnaus, de psycholoog uit Hoogvezen. En als geen ander kan ik hem introduceren voor deze middag, omdat hij al zoveel jaren zo intensief met mensen met Parkinson heeft gewerkt. En vooral ook over de innerlijke veranderingen die bij de mensen met Parkinson teweeggebracht kunnen worden. Maar ook waarin ik gelukkig deelgenoot van heb kunnen zijn. Ik heb al vele goede tips en handreikingen van hem mogen ontvangen als mantelzorger of degene die ernaast staat, naast iemand die Parkinson heeft. Want wat ik altijd zeg, ja, Parkinson is er wel 24 uur per dag. En dat is natuurlijk met een heleboel chronische ziekten. Maar ja, toch, ja, we zitten hier nu voor ons voor de Parkinson en het is toch wel iets heel, ja, innoverends. Verder wil ik, er zijn er een paar praktische mededelingen en wil ik vragen in ieder geval of u allemaal alert wilt zijn op uw mobiele telefoon, dat dit geen storende factor kan zijn. De koffie en thee doen we onder de lezing dus niet. Na de lezing is er een pauze en dan gaan we ook weer de tafeltjes en zo wat meer bijzetten, want de bedoeling, het woord zegt het al en dat wil ik gewoon ook heel even benadrukken. De lezingen zijn heel belangrijk. Maar het informeel samen zijn na afloop, dus gezellig even met elkaar om de tafel te kunnen zitten, samen bij te praten. En vooral ook jullie ideeën als mensen met Parkinson en de mantelzorg, wat voor suggesties en ideeën ook hebben, drop ze. Geef ze ons aan, zodat wij een prachtig programma kunnen maken voor volgend jaar. Om iedere maand waar jullie behoefte aan hebben, om dat weer te kunnen realiseren. Ja, en zijn er nog meer huishoudelijke mededelingen? Ik moet af en toe een beetje op mijn mic spieken, want daar weet ik dus verder niet. Ik denk dat ik het woord en de microfoon aan Adnaus geef. En ik ben ervan overtuigd dat wij vanmiddag een hele prima, interessante, leerzame middag krijgen. Maar ik moet nog één ding zeggen. Daarachter zit hier dan zit een filmmanier. En een filmmanier is Tom, een vriend van ons. En Tom heeft spontaan aangeboden om vanmiddag deze lezing en op te nemen en te filmen. Er wordt niet in de zaal gefilmd, het wordt alleen maar dat de lezing opgenomen wordt, zodat we die straks, voor wie dan ook, altijd nog weer te gebruiken is. Verder, en dan mag ik nog een woord van Ad zeggen, maar dan komen we in de pauze op terug. Ad heeft gisteren afscheid genomen als psycholoog. Na hoeveel jaar, Ad? 35 jaar of zo, hè? Ja, en daar heeft Christus afscheidsrecept gehad, maar dat heeft hij gedaan met het uitgeven van een boek. Mijn leven stottert vaak meer dan mijn benen. Aan de rechterkant zit de uitgever, en het is vandaag een primeur dat het boek hier, het eerste Parkinson Café van Nederland, wordt het boek vandaag gepresenteerd. En de meneer, de uitgever, die zit straks in de pauze hier bij de tafel. De boeken zijn te koop, als u dat interesse hebt, voor 15 euro. En ja, daar staat heel veel in. Ik denk als u dit meeneemt en wat in het boek, er zijn alle gesprekken, heel veel gesprekken zijn daarin verhoord en samengebundeld, die Ad in zijn professionele leven, werkzaam leven is tegengekomen. Ad, ik hou ermee op, mijn microfoon en het woord aan jou. Applaus. Nou, ik kan nog niet meer tegenvallen, maar de verwachtingen zijn zo natuurlijk ontzettend hoog spannen.
Ja, dat is inderdaad waar. Gisteren mijn laatste werkdag op mijn officiële werk gehad als psycholoog. Ik ben nou onder de indruk, want dat komt op. Ja, ik weet niet waarom ze dan allemaal die goede dingen zeggen, maar ik doe je dan toch een beetje. Maar ik was wel onder de indruk van zoveel aardige reacties. En het was ook best wel laat gisteravond, dus het zit nog een beetje in mijn kop. Maar ik was daar heel blij om. En inderdaad, sluit ik mijn werkzame leven niet helemaal af, want ik sluit mijn leven af als werknemer. Ik ga nou ondernemer worden, want ik ga nog een paar dagen bezig, alleen maar met Parkinson. Ik heb denk ik 25 jaar me bezig gehouden met Parkinson en ook met andere hersenziekten. En wat ik nu doe is me de laatste jaren nog wat meer richten op Parkinson en alles wat er omheen zit. Wat ik eigenlijk jammer vond, klinkt wat van ten om nu te stoppen. Dus dat wilde ik niet. Dus ik ga nog een paar dagen door. Dus ik heb nu een paar dagen vrij en dan ga ik weer gewoon verder. Ja, inderdaad, gisteren, ik vond het wel mooi, want ik heb al heel veel, we zullen vanmiddag zullen spreken over de innerlijke veranderingen bij paarden. En daar loop ik al 20 jaar loop ik daarover te vertellen, ook in zalen, ik heb er over gescheiden, van paarden en dat soort zaken meer. En heel geleidelijk zie je dus dat er meer aandacht komt voor de veranderingen die Parkinson met zich brengt, ook aan de binnenkant van de mens. Want heel lang, er wordt heel veel gekeken naar de motoriek, en hoe je de motoriek optimaal kunt laten zijn met de pillen, ontzettend belangrijk. Maar het is onmiskenbaar dat een mens met Parkinson in meerdere of mindere mate ook van binnen verandert. En daar heb ik eigenlijk mijn, ja, toch wel de laatste 10, 15 jaar van mijn leven ben ik daarmee bezig. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen daar, de patiënten zelf, voor mij zijn trouwens patiënten, ik spreek vaak van mensen die Parkinson hebben, want anders ben ik nou gelijk patiënt, maar goed. Ik vind dat iedereen daar wat meer van zou moeten weten. De patiënten zelf, de partners zeker, want die hebben er ontzettend veel mee te maken met die verandering, maar ook vooral en daarom ook. Fijn die film, ik ben al naar de kapper geweest voor de film. Wat ook nodig voor het, maar ook mensen en daarom die film, mensen eromheen. Want ik denk van Parkinson is eigenlijk, lijkt heel veel bekend, maar is eigenlijk heel weinig bekend. En ik denk dat heel weinig bekend is van wat je niet meer mag verwachten en wat je wel mag verwachten van iemand met Parkinson. Ik ga beginnen met een klein stukje historie. Heb je als je bijna de 65 hebt, dan ga ik beginnen. De titel van mijn praatje heb ik genoemd naar de titel van het boek. Dat is voor het eerst. Mijn denken stoppen vaak meer dan mijn benen. En dat is deze titel op mijn boek is bedacht door een patiënt, een Parkinson-patiënt. Die dit eigenlijk heel karakteristiek vond voor de manier waarop haar hoofd haar af en toe in de steek. En dat hebben we toen. Nou, ik heb er in het begin moeite mee, omdat ik de titel niet zelf kan onthouden. Ik vind hem zo lang. Maar heel veel mensen zeggen dit klopt wel. Dit klopt wel. Parkinson, mensen met Parkinson snappen wel wat ik doe. En mensen die geen Parkinson hebben, die worden misschien aan denken gezet van hey, Parkinson, ook iets met denken. Ik dacht dat het iets alleen met de benen was. Dat is wat ik doe. Dus de tip is denk ik nog niet zo tegen controle. Kijk, ik heb hier al voorheen. Dat ik het morgen nog bij voorheen boven in die zout. Maar nog steeds Nederland. Het is aan mij gevast. Ja, ik ga even terug met hoe ik met Parkinson in aanraking. Deze knalgele DAF, volgens mij heette men toen ook DAF, dat is in een discussie, want hij werd overgenomen door Volvo, en toen reed plotseling in elke DAF, reed toen plotseling een Volvo. Dat was dan eens geweldig status verhogen. Ik heb daar nog heel veel discussies over gehad.
Maar volgens mij is dit ook een dag voor deel of zo. Het is een dag voor deel. In 1990, op die tijd, werkte ik een of twee dagen in Nijmegen aan geheugentraining. Die toen heel populair werden voor mensen die wat ouder werden. Die wilden allemaal maar samen geheugen ondersteunen. En die cursus zijn heel populair geweest. En op een dag werd ik gebeld door iemand die later bleek te rijden in dit dagverdeeltje. En die heeft heel Nederland door en dat bleek de voorzitter te zijn van de Parkinsonvereniging van die tijd, meneer Schapper. En die man, die belde mij en zei, je moet iets maken, je moet ook een training maken voor mijn patiënten, voor mijn Parkinson-patiënten. Want die hebben ook wat met het hoofd, die vergeet ook, is het mogelijk dat je wat voor hen maakt? Ik was maar heel even stil en toen zei ik, ja natuurlijk doen we dat. En toen ging ik later pas nadenken over Parkinson, want ik wist helemaal niks van Parkinson. Ik dacht Parkinson, zoals heel veel mensen denken over Parkinson, dat is die trilziekte. Dat is die ziekte die begint als je 65 minimaal bent, maar 70 en daarna. Het is vooral een lichamelijke ziekte. Al dat soort gedachtegangen had ik. Die gedachtegangen werden wel vrij snel uit mijn hoofd gezet toen ik die man zelf begon te zien. Die man was wel, die was eigenlijk helemaal nog niet zo oud, was een vijftiger. Hij was wel super bewegelijk, enorm overbewegelijk, zoals je bij sommige mensen ziet. Toen dacht ik nog, hé, Parkinson is niet alleen een, je hebt dus twee soorten Parkinson, dacht ik toen. Je hebt stijve Parkinson en je hebt overbewegelijk. Niet realiserende dat het eigenlijk twee uitingsvormen van dezelfde ziekte waren. Deze man, dat was dus helemaal niet invalide, en hij was ook niet oud, en hij was tot heel wat in staat. Hij vroeg me dus die geheugentraining te doen, en toen ben ik daarmee begonnen, omdat ik er niks van wist, en toen ben ik begonnen met een landelijke enquête te houden. Ik heb het pas later ook in het boekje gezet, heel lang is het niet, heb ik gevraagd naar de geestelijke, de mentale veranderingen die mensen ervaren als ze Parkinson krijgen. En dan krijg je dit soort antwoorden. Dat mensen zeggen, ik kan plotseling leeg worden in een gesprek. Ik ga de lijn soms kwijt in een gesprek. Ik kan moeilijk mijn gedachten duidelijk maken. Met meerdere mensen tegelijk spreken is erg moeilijk. Soms blijft iets hangen in mijn hoofd en krijg ik het niet uit. Soms vergeet ik te herinneren, dan weet ik het wel, maar dan komt het niet op het juiste moment in mijn bewustzijn. Planningen, blijven hangen, vliezen in details, maar bovenal noemden mensen wat ik altijd noem, ja je wordt mono. Eén kanaal, je kunt absoluut geen twee dingen meer tegelijk. Al heel snel als je Parkinson krijgt, hè, je wordt mono, unidimensioneel. Dat is een super belangrijk gegeven op het mentale vlak wat dan heel snel optreedt en wat geweldige consequenties heeft voor, daar kom ik straks nog wat over spreken, voor de manier waarop je in de wereld staat. Want als je maar één ding tegelijk kunt doen en één ding tegelijk kunt denken, dan wordt het leven veel gecompliceerder als je denkt. Hij vroeg dus een geheugentraining. Nou, die geheugentraining hebben we niet gemaakt. We hebben toen een training gemaakt, Parkinson hou je aandacht erbij, waarin al dit soort elementen, gespreksvoering, orde houden, letten op die schakelfoutjes, terugkwamen. En die training die draait nu nog steeds, ik weet niet of sommigen van u gevolgd hebben, maar het is een training, een cursus, Parkinson hou je aandacht erbij, die denk ik al vanaf 1999 loopt in wezen. En die wordt gegeven door patiënten zelf, samen met een iemand die geen Parkinson heeft. Ad, in januari, dan start hij hier ook. Ja, ook hier. Ik kom hier achter jullie. Oké, en dat is echt een cursus die vooral ook gericht is op het cognitieve, op het mentale, leren te voorkomen dat, ja, net op jezelf letten, hoe kun je dingen voorkomen, hoe kun je voorkomen dat je blijft hangen aan dingen, hoe kun je voorkomen dat je te gedetailleerd raakt, dat soort zaken meer. Dat is heel praktisch eigenlijk. Op een hele leuke cursus, maar misschien in de pauze kunnen we het over hebben. Dit was mijn voormalige werkplek. Dus dat was mijn eerste kennismaking. Ik ben pas eigenlijk heel erg meer gaan verdiepen in Parkinson. Toen ik op deze plek ging werken, ben ik mijn eigen kliniek gaan oprichten. En van meet af aan heb ik ruimte gereserveerd
voor mensen die Parkinson hadden. Ruimte voor psychologische begeleiding. En mensen met Parkinson en hun partners. En dat ben ik vanaf 2006 gaan doen. En toen heb ik eigenlijk, dat deed ik samen met het bekende waarschijnlijk het Park Dagcentrum in Nijmegen, waar Bloem en al die mensen zitten die heel veel expertise toen hebben ontwikkeld. Die waren toen ook nog in oprichting en die stuurden heel veel mensen naar mij door waarvan ze dachten, die mensen hebben wat steun nodig. Ze wisten niet wat voor steun, maar dat was iets waar wij ze steun nodig hadden. En voor mij was dat ook dat de gelegenheid om mensen, heel veel mensen, achter elkaar te zien in één week tijd. En dan draai je dus als het ware, want wil je van iets, met alles zo, je moet vlieguren draaien, wil je het snappen. En ik heb in de loop der jaren heel veel mensen met Parkinson mogen spreken met mijn partners. En daardoor heb ik eigenlijk, langzaam maar zeker, ben ik gewoon mijn kennis aan het verleren. Wat ik net zei van die aandacht erbij training, dat is wel het cognitieve stuk. Het gaat over herinneren, dat gaat over dingen tegelijk doen, dat gaat over gespreksvoering. Daar heb ik heel lang mee bezig gehouden, maar dat zijn de mentale veranderingen die je bij Parkinson ziet. Waar ik vanaf 2006 steeds meer achter kwam, was dat er eigenlijk, ja, nog meer veranderingen waarneembaar waren. En ik heb ze het Parkinson grondpatroon genoemd. Langzaam maar zeker is dit patroon boven komen drijven, wat ik steeds zie, bijna bij elke mens met Parkinson, bij elk echtpaar, zie ik eigenlijk dit patroon. Ik zie bij mensen in meerdere mate of in mindere mate. Het is niet zo dat iedereen precies in dezelfde mate van alles, maar het is van, dit zie je, dit kun je aantikken. Je ziet bij mensen mentale veranderingen, hè, dus mentale veranderingen. Je ziet bij mensen, en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste, en dan wist ik ook helemaal niet dat dat bestond. Je ziet bij mensen initiatiefarmoede, daar ga ik dadelijk uitgebreid op in. En initiatiefarmoede bedoel ik niet dat mensen lui worden of zo, maar ik bedoel dat mensen steeds minder in staat zijn om uit zichzelf tot actie over te gaan. Net alsof je dat duwtje nodig hebt, dat soort zaken. Dus niet dat mensen lui worden, maar gewoon het tot actie, tot handelen over en ook tot denken over. En dat wordt vaak bij Parkinson, denk ik, niet gezien. En naar mijn gevoel is het een van de sleuteldingen die ook in een relatie spelen. Maar ik kom daar dadelijk als eerste over te spreken. Je ziet bij Parkinson, vind ik ook, dat viel mij op, ook veranderingen in het gevoelsleven en de stem, zal ik ook kort behandelen. En de bedoeling dus dat mensen, bij wijze van spreken, angstiger worden of somberder. En niet omdat ze zo zitten te piekeren, maar gewoon als het ware, dit zijn allemaal veranderingen van binnenuit. Noem het maar scheikundige veranderingen, om het zo maar eens uit te drukken. Maar omdat je als mens verandert, moet je daar wel een naam aan geven. En dat is vaak lastig. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om erover te vertellen. Als je verandert en je kunt het geen naam geven, als patiënt zelf, maar ook als partner, dan kun je het ook nooit baas worden. En dan wordt het alleen maar, dan wordt het chaotischer in je hoofd. Maar als je weet wat er speelt, ik zeg niet dat je dat anders kunt oplossen, maar dan kun je in ieder geval meer baas worden. Samen. Dat zie je, en ik ben erg onder de indruk van de stressgevoeligheid van mensen met Parkinson. Mensen met Parkinson kunnen eigenlijk geen enkele stress meer hebben. Maar dan ook geen enkele stress. En dat was zo normaal voor iedereen, want ja, in deze tijd heeft iedereen wel een beetje stress. Maar bij Parkinson vind ik dat je, ja, dat is niet normaal. En dan ben ik gaan uitzoeken, het stresssysteem verandert bij Parkinson. Zodat je als het ware bij het minste geringste rimpeling van het leven, of minste of geringste spanning, doet je lijf het niet meer. Niet je hoofd, maar je lijf doet het niet meer. Dat zal ik ook wat over vertellen. Ik hoop dat ik een beetje mijn vraag volg, maar
Eerst iets over die initiatiefarmoede. Oorspronkelijk was mijn titel ook, ik heb ook een artikeltje geschreven in de Papaver in 2009 en dat noemde ik Het komt er niet meer zo van. En toen heb ik al deze dingen zo'n beetje voor het eerst beschreven. En toen kreeg ik uit heel het land, normaal krijg ik geen reacties of twee reacties, maar toen kreeg ik uit heel het land, kreeg ik nog steeds reacties, zo van, ja, nou, dat heb je goed beschreven, dat is volgens ons de kern, zo voel ik mij. Dus de initiatief aanmoedigen. En ik heb het maar genoemd, het komt er niet meer zo van. Alleen toen ik dat op het groep wilde zetten, toen zeiden mensen om me heen, die zeiden, ja, wat komt er niet van, seks of... Ik snap wat ik bedoel, dat is een hele rare titel dan natuurlijk. Voor mensen met Parkinson, die snappen zo'n titel wel, maar ja, wat, het komt er niet meer zo van. Maar ik bedoel dus, ja, het tot actie komen, het komt. Dat is toch gedaan. Parkinson is een, als ik de ziekte compact moet karakteriseren, zou je kunnen definiëren als een ziekte die ervoor zorgt dat mensen er uit zichzelf niet zo makkelijk weer toe komen. Ze kunnen minder goed iets willen, en dit geldt zowel voor het aansturen van het lichaam. Je ziet wel dat eigenlijk wat je hetzelfde ziet, dat mensen kunnen blokkeren. Je wilt wel, maar het gaat niet. Als voor het mentale, dus het geldt voor het gaan lopen, maar het geldt ook voor de deur schilderen of een gesprek beginnen of een idee bedenken. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Die initiatiefarmoede, die kwam zo duidelijk naar voren bij mij in de verhandelkamer, omdat ik steeds van mensen, en vooral van de partner, hoorde, ja nee, nou, dat kunt u nou wel afspreken, maar het gebeurt toch niet. Of ik hoorde van, ja, gisteravond hadden we een fijn gesprek, en nou zit ik, nou is de volgende dag en dan zit ik te wachten en dan gaat het gesprek niet door. Dus dan zou ik moeten vragen, hadden we toch zo'n fijn gesprek, kunnen we nou ons gesprek vervolgen? Of mensen die zeiden, ja, ik zit nu al een half jaar, mijn man is bezig geweest met een klein tweede huisje op de Veluwe te bekijken. En dat is nu een half jaar geleden. Met andere woorden, steeds kreeg ik eigenlijk, ja, we gaan naar een nieuwe auto gaan kijken en ik wacht nog steeds op het definitieve besluit. En dan komt er niks. En dan komt er niks. Dan komt er niks. Mag ik even? Ja. Ik heb namelijk zelf een heel andere ervaring. Ik ben niet meer te stoppen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook voor. Dat kan ook. Ja. Dat kan. Ik ben veel initiatiefrijker als vroeger. Ja, dat kan ook. Geworden. Ik zeg wel eens, je moet een knop hebben, dan komt je uitzetten. Je kunt niet meer uitgezet worden. Nee. Dat moet ik ook weer oppassen. Ja, want dan ga ik wel zo niet meer. Maar dat komt ook vaker voor. Wat zei je? Dat komt ook vaker voor. Komt zeker vaker voor, maar is ook vaak gekoppeld aan de medicatie. Dat daar moet ik mee staan. Ja, is niet heel goed. Dus, nogmaals, er is iets aan de hand, langzaam en zeker, met de daadkracht van mensen die Parkinson krijgen. De initiatie. Dingen worden vooruitgeschoven of simpelweg worden ze gewoon niet gedaan. En eigenlijk is er geen reden om iets niet te doen. Het komt er gewoon niet van. En je merkt dat, is misschien voor u toch ook wel heel belangrijk, je merkt dat vaak zeggen partners tegen mij, het wordt zo stil bij ons in hart. Het is stil. Heel veel mensen zeggen, er wordt bij ons niet meer gesproken. En dat is eigenlijk ook te verklaren vanuit hetzelfde fenomeen. Want om te gaan spreken, moet er wel begonnen worden met spreken. En je moet beginnen met te denken, waar ga ik over spreken? Het klinkt heel analytisch, maar zo is het wel. Bij heel veel mensen wordt het heel stil in huis. Letterlijk omdat de ander stilvalt, in principe. Niet uit desinteresse of... maar gewoon omdat het gebeurt niet in wijze. Ik heb in het boek heb ik een verhaaltje staan van een mevrouw dus die titel heeft bedacht en die zegt het volgende.
Mijn denken stottert vaak nog meer dan mijn benen, zegt ze. Vorige week zondag ontmoette ik bij toeval een oude vriendin. Ik was op een feestje van mijn kleinkinderen, waar ook een van haar kleinkinderen aanwezig was. Jaren heb ik ernaar uitgekeken haar eens terug te zien. Maar denk je dat ik in staat was om met haar in gesprek te gaan? Nee. Ik wist op dat moment gewoon niet te bedenken wat ik zou vragen en zeggen. Het was een heel gênante vertoning, die ik niet goed kon verklaren. Ik was absoluut niet nerveus en ook was het niet zo dat de woorden niet wilden komen. Dat gebeurt ook wel eens. Nee, ik was simpelweg niet in staat om op dat moment de dingen te bedenken die ik wilde bedenken. Eigenlijk stond ik met mijn mond vol tanden. Het moet voor mijn vriendin een rare ervaring zijn geweest. Ze vroeg of ik haar nog kende. En natuurlijk heb ik toen maar ja gezegd. Dus met andere woorden, dan zie je dus op een gegeven moment van, zoals je vaak, soms in het lichaam zie je dat mensen kunnen verstarren. Zo in feite zie je ook hier een soort verstarring van het mentale leven. Op het moment dat het moet gebeuren. En dat is eigenlijk een raar soort ervaring. Ik kwam een uitspraak tegen van een Engelse arts die zichzelf zijn eigen Parkinson jaren heeft bestudeerd. Van het eerste symptoom tot het, nou ja, het laatste niet dan, maar dus hij heeft alles opgeschreven wat hij bij zichzelf had. En die zegt, die komt dit ook tegen. Hij zegt, Thompson, hij zegt, de Parkinson patiënt is niet geneigd om in beweging te komen. Het is meer een kwestie van niet geneigd zijn tot dan onmogelijk. Ik kan het wel. Ik weet wel dat ik vlugger zou kunnen als ik dat ook echt zou willen. Maar een soort mentale blokkade belooft me van de wil. Zo zegt hij. Als ik mezelf dwing bepaalde taken sneller uit te voeren, lijkt ik mijn ledematen te bevriezen en mijn handen gaan van even schudden. Toch heb ik het idee dat het probleem mentaal is en niet lichamelijk. Ik mis gewoon de wil. Hij draait het dus om. Vroeger was ik gewoon geneigd tot actie en nu ben ik eigenlijk geneigd tot niet actie. Een rare verandering. Ik heb er nog eentje. Er was een patiënt van mij die een week alleen thuis was. Dat is een vrouw, zat in Engeland en dan zou hij daarna haar achterna reizen. Dus hij moest van alles regelen op de halve boerderij die hij had. En dan zegt hij, in de bewuste week dat ze weg was, stond ik erbij en keek ernaar. Nou, ik moet nou echt eens mijn spullen gaan pakken. En voor de kippen moet ik ook nog voer halen. Ik zag het wel, maar ik kwam er niet toe. Ik vergelijk het gevoel met een mooi gezicht, met de moer vastdraaien, met de sleutel die helemaal vast. Een soort onmachtsgevoel. En dan zegt hij, alles wat bij mij hoeft, de drive is er wel, de intelligentie is er wel, ik weet wat ik moet doen, maar de koppeling van al die dingen die nodig is om tot effectief handelen te komen, die ontbreekt. En daarvoor heb ik een vrouw hier. En daarvoor had ik als een vrouw nodig om dat te zeggen. Een raar fenomeen. Mensen kunnen eigenlijk best wel en eigenlijk willen ze het ook wel, maar er zit een soort rem op de wil, zou je kunnen zeggen. En het gevolg is dat ze bepaalde dingen niet doen, niet alleen dingen die ze liever niet doen, maar ook dingen die eigenlijk heel fijn zijn om te doen. Die gebeuren ook niet. En daarom wordt wel eens gezegd, ja, hij doet het erom of zij doet het erom, want dan wel en dan niet. Nee, het is letterlijk, er zit een rem op die wil. De wil doet het, hij kan niet, iemand kan niet meer zo goed willen, zou ik wel zeggen. Dus mensen, als het ware, doen het er niet om. Dat wordt wel vaak gedaan. Want het gekke is dat mensen soms zich dingen voornemen en elke avond komen ze tot de conclusie, weer die stapel papier die opgaat. Elke avond. En nou, het gekke is dat op het moment dat ze dat constateren bij zichzelf, dat ze het dan niet gaan opruimen. Dus er is iets van het in actie komen. Nu ga je het doen. Nu ga je het doen. Dat is eigenlijk het probleem. Het is, naar mijn gevoel, het heeft niks te maken met je motivatie, maar het is wel iets van een innerlijke verandering. Je moet maar
gebaseerd op de scheikundige neurotransmitterverhouding in ons hoofd. Daar is het op gebaseerd. Het gevolg is wel dat mensen altijd in bepaalde mate steun nodig hebben van anderen of van de omgeving. Omdat ze blijkbaar dat duwtje nodig hebben. En dat heeft grote gevolgen. Het heeft ook grote gevolgen voor de eerste plaats voor de persoon zelf. Want als jij niet meer zelf zeker bent dat jij kunt realiseren wat je afspreekt, dan is maar de vraag, ja, dat leeft heel onzeker, want je kunt dus eigenlijk niks meer afspreken. Ik heb mensen die bij de voetbalclub een bepaalde functie hebben, die zeggen, ja, ik probeer spelen met ze, dat ik dan echt niet garanderen wanneer ik het een en ander klaar heb. Het leeft dus eigenlijk heel onzeker, ook voor mensen. Je wordt behoedzamer, je gaat niks meer toezeggen, je trekt jezelf makkelijk terug. Het heeft grote gevolgen voor jezelf, maar ook voor je relatie, denk ik. Ook voor je werk, als je op het werk bent. Want, daar ga ik nou niet op in, maar als dit soort dingen plaatsvinden op je werk, kun je wel snappen dat je dan op een moment die achter begint te lopen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat je, dan merk je dat mensen, ik heb het wel eens gehoord, dan gaan mensen klusjesmiddagen doen om achterstallige dingen af te maken. Dat hoorde ik dan vaak. Maar het heeft, denk ik, hele grote consequenties voor de relatie, als je een relatie hebt. Ik noemde net al de stilte. Patiënten verstillen. En ja, daardoor valt al een geweldig stuk uitwisseling van informatie valt gewoon weg. Je moet weten, als ik straks thuis kom, dan gaat mijn vrouw, die gaat gelijk, praat meer als ik. Meestal wel. Maar je hebt al gelijk dat je elkaar. Doe even dat, ik doe de kabel even aanmaken. Ondertussen begin je al met te zeggen wat je was, je dag was. Dus het gaat allemaal spontaan. Maar als dat spontane communiceren wegvalt, dan valt er al heel veel weg van het elkaar aanvoelen. Ja. Mag ik een vraag? Ja, natuurlijk, graag. U zei van nou, wat u hier zegt, hè, dat ze een bepaalde mate van steun van andere omgeving nodig. Ja. Heeft u ook bijvoorbeeld gemerkt dat mensen die alleenstaand zijn, Parkinson patiënten, dat die sterker achteruit gaan dan mensen die een partner hebben? Hoeft niet. Maar ik denk dat het afhangt, ik zeg ook steun nodig van anderen of de omgeving. Want wat kun je doen als ik niet uit, want het punt is dus dat ik uit mezelf niet tot dingen kom. Nou, dan kan mijn vrouw zeggen, heb je eraan gedacht? Dus die kan mij die duw geven. Komt dadelijk nog over het probleem van het duwen. Ja, het grootste probleem. Mag ik duwen? Want één duwt en de ander gaat dit doen. Maar je kunt natuurlijk ook door de omgeving geduwd worden. Als jij zo in een ritme zit, dat je als het ware uitgedaagd wordt om dingen te doen. En ik zeg het, ja, er zijn vaak misschien voor de hand liggende voorbeelden. Als ik niks meer doe en iemand komt mij ophalen om iets te doen, dan doe ik iets. En daarom ben ik, dan loop ik vooruit, ook heel anders gaan denken over dingen als activiteitencentra. En ook als dingen als dagopvang. Ik weet dat dat vloekt in de kerk is, dat heb ik vroeger ook gedacht. Hè? Dat je dus, ja, ik zei altijd tegen de mensen, u bent veel te goed, u moet lekker lang thuis blijven, u bent veel te goed om ergens naartoe te gaan. Maar de keerzijde is, als mensen zelf, uit zichzelf niet meer in staat zijn, dus ze willen wel, maar als ze uit zichzelf niet meer in staat zijn om tot gewone actie te komen, tot dingen te komen, ja, dan zit je gewoon te verpieteren en ga je ook keihard achteruit. Dus tegenwoordig, ik heb heel veel fouten gemaakt in het verleden, ik zeg, u bent veel te goed. Tegenwoordig ben ik daar heel goed, heeft niet te maken met of het hier goed zit. Hier zit het vaak bij Parkinson verrekt te goed.
om het zo maar te zeggen. Mag je maar even. Hier zit het vaak heel erg goed. Maar nogmaals, wat heb je eraan als er niks uit je handen komt? Ik heb mensen gesproken, die gingen voor het eerst naar een activiteitencentrum en die brachten een werkstuk naar mij mee. En zeiden, dit heb ik gemaakt. En waarom had je het gemaakt? Omdat er een begeleider was die een bouwpakket klaar had en hem daar gewoon letterlijk aan de slag. Want dat kon hij wel. Het ging niet om de intelligentie, maar het ging om de aanzet. Wie gaat eerder achteruit? Nou, ik denk de relatie is wel heel fijn als je een relatie hebt. Maar het heeft ook wel weer nadelige gevolgen, denk ik. Van, die ander, die wordt vaak gedwongen, min of meer, of kan gedwongen worden, min of meer, om als aangever te gaan fungeren. Dat is eigenlijk wat ik wel eens zie als waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Dus van, dat je dus dingen uit handen gaat nemen. Ja, of je ziet dat dingen niet gebeuren. En dat je het zelf, die gaat het zelf doen, maar sommige dingen die kun je rustig laten gaan. Maar sommige dingen kun je niet laten gaan. Sommige dingen zijn urgent, sommige dingen zijn... Kijk, als iemand geen belangrijke afspraak maakt met de arts, kun je laten gaan of kun je niet laten gaan. Maar eigenlijk kun je niet laten gaan, want de gezondheid van je partner is dan in het geding. En zo zijn er tal van andere dingen. Kijk, als iemand niet de vakantiebestemming uitzoekt die je al zo lang in gedacht hebt, kun je dat laten gaan, alhoewel het is gewoon niet leuk. Want het is gewoon niet leuk, omdat alles van mensen moet komen, snap je wat ik bedoel? Het gevaar vind ik, het gevaar vind ik dat partners, als het ware, die gaan, logisch, die gaan na een jaar of twee gaan die duwen. Die gaan duwen. Want die zien, die patronen die gaan veranderen. Dat heb je niet in het eerste jaar door, je ziet dus dat bepaalde dingen anders worden. En op, na verloop van tijd realiseer je dat het anders dan het worden is. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt het laten gaan. Nou, dat kun je met bepaalde dingen kunt laten gaan, met andere dingen kun je het niet laten gaan. Nou, op het moment dat je dus ziet, is dat partners kan duwen. Dus heb je eraan gedacht, zullen ze ook het leven van een ander gaan regelen. En als er niet goed over gesproken wordt, wat je dan ziet is dat de patiënt, maar die gaat vaak zo. Jij regelt alles voor mij, in principe. Die zet de hakken in de sloot. En dan krijg je een soort tegenstelling tussen, net alsof je elkaars vijanden bent. En dat ben je niet. Want in feite, daarom vind ik het ook zo belangrijk, en misschien zeg je, nou mag wel een ander onderwerp komen. Dit is zo bazaal in een relatie, snap je? Dus als je allebei weet dat dit kan gebeuren, dat het geen desinteresse is, en dat het dus niet zoiets is van hij of zij zwijgt, omdat... Als je dat weet, en je weet het allebei, dan kun je wellicht aanpassingen doen. En dat is verrekte... Dat is heel erg moeilijk. In principe, maar je kunt het, in ieder geval snap je wat er aan de hand is, maar je kunt wel proberen om aanpassingen te doen, denk ik. Maar Ad, in het dagelijkse leven, ook al snap je het, dat het aan de hand is en dat het er is, is het zo ontzettend moeilijk om daar constant rekening mee te moeten willen kunnen houden. Het is heel lastig. Ik heb Jean gevraagd of ik een voorbeeld van, zij is dat bij ons geweest, heb ik dadelijk op sheets tot de dagen even analyseren. Nou, ik heb onder Jos. Ik heb een voorbeeld dadelijk hierop gezet van inderdaad hoe het dan uitpakt en hoe moeilijk het voor een partner is om te duwen. Want het lastige is, je wordt als het ware, de broeders moeder, hè? Je wordt verantwoordelijk voor de ander. En er wordt wel gezegd, die partner heeft het zo moeilijk omdat hij twee levens moet opvangen. Ik denk dat de partner het moeilijkste vind ik voor de partner, als dit aan de hand is, want niet bij iedereen is het even sterk aan de hand, is dat je
dat die moet voeren voor twee levens. Dus dat jij moet beslissen voor over het leven van een stukje van de ander. Ik ga jou bellen voor die afspraak met de dokter, want als jij het niet doet, dan gaat dat steken. En dat is volgens mij wat heel veel partners, een tegenspreek, heel erg moeilijk is. Niet zozeer dat je meer dingen moet doen, maar het feit dat je verantwoordelijk bent voor als het ware twee levens. Dus je kunt zeggen, je moet de regie hebben van twee levens. En één is al zat. Dat is denk ik het moeilijke. Ja, want ik denk als je zeg maar een beetje de conservatieve huwelijken, ja. De man die werkt en de vrouw is thuis, en de man die moet dus eigenlijk al dan voor twee levens zorgen. Als de vrouwen dit wel waar is. Nee, ja. Als ze allemaal ver gezond zijn. Ja, ja. Dan heb je de hele conservatieve huwelijksconstructie, zeg maar. Ja. Als nou die vrouw, dus zeg maar eigenlijk, ja, die weet niets van de financiën of die heeft zich er nooit mee bezig gehouden, ja. Anders dan met alle respect ja. Uitpoetsen en ja. 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 En als die man dan pak ze ja. Krijgt, dan nou, is het voor die vrouw vierdubbel. Maar dat gebeurt dus heel vaak. Dus dat, dat is dus dubbel pech. Want dan degene die belangrijke, iedereen heeft belangrijke taken, maar in dit geval financiën of dat soort zaken, of belasting en dat soort zaken, nou ja, als die blijven liggen, die kunnen niet blijven liggen, wordt die ander, ja, die is hulpeloos, want die ziet dat zo aan, en in feite moet die hulp zoeken bij, ja, bij wie dan? Hè? En daarom denk ik dat het ook wel heel belangrijk is dat partners ook bij iemand terecht kunnen. Bij goede vrienden, bij mensen van buiten, om dit soort zaken te bespreken. Want met elkaar bespreken is van in het begin heel erg moeilijk. Later wordt dat, is dat veel bespreekbaar. In het begin is dit heel lastig om te bespreken. En dan kun je het hebben over, als je weet dat dit speelt, dan kun je het hebben over, oké, dat doe ik niet meer, dat laten we over aan de boekhouder. Of, dat bedoel, dat zou, zo zou je eigenlijk het moeten regelen. Dus als je dat werkt, zo zou je thuis ook min of meer moeten. Maar in alle openheid. Dus van dit speelt dit ook bij ons. Wat heeft het voor gevolgen? Wat zouden we eraan kunnen doen? En in die zin kun je er wel deels, het is nooit helemaal op te vangen. Maar als je nogmaals van elkaar houdt en je wilt met elkaar verder leven, dan valt er behoorlijk wat aan te doen. Maar het blijft gewoon lastig, want je bent met z'n tweeën getrouwd of samen gewoon. Dus met z'n tweeën ben je bezig en je bent gewend aan dit. Twee dolfijnen die de hele dag met elkaar gegevens uitwisselen en plotseling valt er één stil. En dat is eigenlijk een hele vreemde situatie. Ja, want dat is op de praktische kant, hè? Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld in mijn voorbeeld wat ik net had, dat de vrouw qua energie een stuk lager zit, bijna, als ik het zo mag zeggen, bijna vergelijkbaar met wat u vertelde over praktische patiënten. Ja. En die moet ineens zo ja. Boven zich uitstijgen om zeg maar de energie te doen. En dan weer de praktische. Ja, klopt. En dat is dus niet alleen dat ze meer moet doen, maar het is letterlijk meer de regie. Ja. Dus er komt veel verantwoordelijkheid ineens op je af. En daar heb je echt steun bij nodig als partner. Ja. Echt. Ja, maar daar groei je toch in. Ja. Daar groei je toch in. Ik zit hier dan zo te luisteren, maar dan denk ik, daar groei je toch naartoe. Het is toch niet eens van was, boom, het is zover. Nee hoor, ja, groeit daar naartoe. Mijn man heeft meer dan 15 jaar de ziekte van Parkinson. Ja, ja, ja. Daar groei je naartoe, naar dat punt. En dan op dat punt, dan help je nog elkaar. En dan zeg ik nog van, goh, luister eens, je moet dat of dat doen. Oh ja, dat is waar, je bent vergeten. Even een briefje, ik ga dan zelf werken, maar dan schrijf ik een briefje. Ik doe tussendoor even een berichtje. Goh, heb je daar nog aan gedacht? Ja hoor, is geregeld. Dus ik heb zoiets van, je groeit daar natuurlijk. Want dat is niet van de ene op de andere dag. Nee, maar zo, dat is hartstikke mooi, want zo hoop ik dat gebeurt. Alleen, over 25 jaar, zegt u, hè, heb je wel de tijd. Zo lang heeft uw man Parkinson? Zolang is er maar heb je de tijd om daarmee mee. Maar bij sommige mensen speelt het zich af in. Het begint geleidelijk, want vaak begint het al voordat je de diagnose hebt gesteld. Dit soort zaken spelen zich al vaak af voor de diagnose. En dan weet je in het begin weet je begot niet wat je overkomt. En daarom, ik ben het helemaal mee bezig. Zo zou het ideaal liever moeten. Als je er weet van hebt en dan kun je elkaar daarin bijstaan, zou praktisch zijn. Maar je moet er wel goed door hebben. Hey, want in het begin zie ik vaak mensen, vooral als er nog met diagnose is gesteld, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom doet hij dat nou niet meer? Snap je, zo speelt het dan.
natuurlijk. He? Dat is die onzekere tijd hier waar je te horen krijgt van. Je pak je zonder dat je het aan kan geven. Natuurlijk. Maar dan en dan ga je bij je leren in die natuurlijk. Ja. Maar goed, misschien dat het voor mensen ook dit een stukje. Ik ga even naar het voorbeeld van jouw fiets. Van de fiets. De fiets. Ik heb het letterlijk uitgesproken. Ja, ik heb toestemming, hè? Ja. Staat ook zo, staat ook zo in het boekje, hè? Echt waar? Ja. Je hebt toestemming. Nee, de fiets. En er was die Jos, volgens mij, dat was volgens mij dat je met die fiets rijder. Je was altijd een enorme fietser. En dan zegt je partner, dat in dit geval, ik begrijp hem niet. Hij was een fietsfanaat. Hij was de eerste met een lichtfiets. Kan het gecontroleerd worden hier in de omgeving. Maar ik kan alles zeggen. Hij was de eerste met een lichtfiets. Fietsen is niet alleen voor hem belangrijk, maar ook voor ons. Nou, vorig jaar is hij gevallen met de fiets. Nu hebben we uiteindelijk een andere fiets, zo'n modern easy rider. Mooie. Er is nog een heel gevecht geweest met de WMO. Die fiets staat nu al een half jaar in de schuur. En hij komt er niet toe. Ik moet hem erop uitsturen. En ik mis ook zo het samen fietsen. Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Maar het gebeurt gewoon niet. Hij kiest niet. En ik wil niet meer duwen. Waar wacht hij nou op? Of is het de angst om weer te vallen? En dan zegt nee, dat is het niet. Waar wacht je dan op? Ik denk op een duw. Maar wie geeft jij dan die duw? Ik kan dan niet meer. Eigenlijk verwacht ik nog steeds dat je zelf naar de schuur gaat en die fiets pakt. Ik snap nog steeds niet waarom je met dit mooie weer niet naar de fiets jouw fiets. Ik snap ook niet dat je niet ziet hoe dat samen fietsen is. En nou snap ik eigenlijk, zegt Jan dan, nu snap ik eigenlijk al mijn angst vandaan komt. Ik ben bang dat je zonder mijn aansturing straks volledig inactief zou kunnen worden. Dat je de hele dag in de stoel zit, of zelfs maar in bed. Nou snap ik mijn angst, en ook van de kinderen. Is je nog wel capabel genoeg om zelfstandig te wonen als er iets met mij gebeurt? Hij zal ondersteuning nodig hebben om die wissels, hè, om die om te zetten. Maar hij wil er niet over praten, daar is je nog lang niet aan toe, inmiddels komen we nog. Hoe kunnen we het nou aanpakken dat hij accepteert van mij dat ik die aandrijving mag zijn? Dat ik niet om te betuttelen, want dat is het, hè? Niet om te betuttelen. En dan zegt Jos, nou ja, goed dat we er nou over praten. Ik realiseer me nu wel wat meer wat er aan de hand is. Door er wat meer over praten, wordt het ook wel wat duidelijker dat het zo speelt. Maar het is niet ineens anders. Niet ineens over. Nou ja, dit is dus het dilemma waar de partner voor komt te staan. Kijk nu. Lastig vind ik dat, wat kan ik aan optreden, zijn de wederkerigheid die in een relatie zit, die wordt minder. Eigenlijk hebben we zoiets van, in een relatie moet iets zijn, jij geeft iets, ik geef iets, we geven elkaar iets. Maar als één, als die balans verstoord raakt, en dat zie je bij Parkinson, ja, dan zie je dus dat die wederkerigheid ook anders wordt. Het gaat over geven en nemen. Wederkerigheid is een menselijke behoefte. Geven is ook een menselijke behoefte. Gebrek aan wederkerigheid kan twee mensen ongelukkig maken. Het is niet alleen dat de ene last, maar de ander die ook stilvalt. Je vindt het ook vreselijk dat je het niet gedaan hebt. Snap je wat ik bedoel? Het is een lastig punt. Heel kort en dan. Is het dan mogelijk om heel even de pauze te nemen? Denk ik? Ja. Heel kort. Wat zijn nou de oplossingen? In ieder geval zeg ik, er zijn ja, die oplossingen liggen niet zo voor de hand. In ieder geval moet er altijd gepraat worden. Ik zeg altijd, probeer eerlijk te zijn. Voer geen toneelstuk op. Bij alles wat je ziet bij elkaar. En zeg van wat je ziet, zeg dat je iemand ziet veranderen. Probeer de communicatie in stand te houden. Vroeger de terloopse communicatie. Nu moet je die communicatie plannen. Ja, ik zit met soms zeg ik met een rood hoofd. En wat kunnen wij doen nou, meneer Nauw? Zo zeggen, nou, u moet een vast uur in de week kiezen. Dat je allebei tijd hebt. En dan ga je maar een bespreking doen. Als het niet vanzelf gaat. Een vast uur in de week.
keek op de week, was voor de kwam, ik hier komen en weer. Maar een vast uur in de week, waar je dan als het ware gewoon bijpraat. En liefst, als het over belangrijke zaken gaat, dat je al van tevoren een beetje aangeeft. Want dat is voor iemand een paard zo heel belangrijk, omdat hij niet onmiddellijk kan inspringen op een nieuw onderwerp. Dat je al van tevoren een beetje aangeeft. Ik vind het belangrijk dat we nou over onze kinderen spreken, over dat en dat punt. Keek op de week, het klinkt heel schoons. Maar Parkinson nodig soms uit op hele methodisch, kunt u begrijpen wat ik bedoel, het kan niet maar, je kunt het niet meer aan het toeval overlaten. Je moet veel meer dingen regelen. En dat is echt wat je moet realiseren. Je moet veel dingen regelen en dan kun je ontzettend veel gewoon door laten gaan, maar je kunt het niet zomaar, nou met dit, over andere dingen, niet zomaar laten gaan. Kijk, ik spreek af welke, waar we net over gaan, welke taken en verantwoordelijkheden je als patiënt gaat afstoten eventueel. Daar ga je afspraken over maken. Maak afspraken over het duwen. Nou, daar heb ik genoeg over gezegd. Mag ik duwen? En mensen, ja, je mag best duwen, maar niet naar andere mensen bij zijn. Dat vind ik zo vervelend. En niet op alle gebieden. Dat vind ik ook hartstikke vervelend. En niet met een toontje. Dus je moet gewoon zeggen van, ja, hoe doen we dat dan? Dit klinkt heel gekunsteld, hè? Maar het is één keer gekunsteld en dan vervolgens bouw je het gewoon in en dan gaat het vanzelf spreken. En ik vind het belangrijk, denk ik, dat de partner toch ook een klankbord van buiten zou kunnen hebben als zij heel erg alleen, of hij heel erg alleen komt te staan. Omdat het, kijk, je kunt niet alles zelf verzinnen, want het lastige is van, ja, jij bent altijd degene die als eerste iets moet doen. Dus het is ook wel eens fijn als je van buiten advies krijgt. En laat de buitenwereld toe. Ja, dan ga je niet allemaal. Het is in feite wat losser van elkaar opstellen, denk ik. En heel belangrijk, probeer er ook als patiënt, wat ik straks al zei, een eigen leven op maat te houden. Zorg dat je ergens naar, ja, dat je iets doet. En als je daar moeite mee hebt, zorg dat je uitgedaagd wordt. Snap je dat ze je komen halen, of dat je lid bent, of dat je verwacht wordt, of dat soort zaken. Dat is het allerbelangrijkste. En schoon iemand toe begeleiding te zoeken. En soms kan dat de psycholoog zijn die wat van Parkinson weet. Om eens te kijken van, hebben we alles gedaan? Hebben we het goed geregeld? Dan kun je eens nalopen. Niet omdat je zo psychisch zwaar in de problemen zit, maar gewoon om dit soort dingen eens na te lopen. Ik wou het hier even bij laten gaan met koffie. Even nog op uw opmerking ingaan. Deze meneer zei, ja, met die fiets. Maar misschien voelt die man zich gewoon wel bedwongen. Zoiets zei u, hè? Van... Ja, hij heeft zelf op het zou ook mogelijk zijn dat hij zelf al besloten heeft om niet meer te fietsen. Ja. En ik praat het ervaring. Ja. Dan moet je niet gaan duwen. Dan moet je niet doen. Alleen, mag ik dan wel een tip geven? Dan moet je wel bespreken. Zeg van ja, ik heb besluit genomen, fiets gaat eruit. Als je niet volgt, maak geen spoor, want dat is juist het punt dan. Dat de andere gaat eindelijk van, wat is er nou eigenlijk? Mensen, dan gaan we heel kort al. Ik heb dus gezegd dat ik naar mijn gevoel, en daar ben ik vrij vast van overtuigd, dit zijn naar mijn gevoel vier belangrijke veranderingen, gebieden die niet iedereen meemaakt, maar als je zo een paar stipjes, dan heeft iedereen dat van een of andere blad. Dat is wel wat ik steeds weer terugkom. Terugzien. En die initiatief aanmoedigen, dat vind ik een heel belangrijk, omdat die zo erg doorwerkt. Dan ook elk iets steeds even over die mentale verandering. Ik denk, ik had net in de pauze met iemand over, met een mevrouw over verschillende dementie. Kijk, Parkinson is dus geen dementie. Ik word wel eens boos over het feit dat gezegd wordt, mensen met Parkinson
die 40 tot 50% kans dat ze dement wordt. En dat vind je overal terug. En dat vind ik dus echt, dat mag je van me aan, dat vind ik dus echt. Onzin. En waarom is het onzin? Omdat, kijk, er zijn gewoon een aantal veranderingen in het mentale functioneren. Als je één ding tegelijk kunt, moet je voorstellen, als je één ding tegelijk kunt, dan wordt het heel erg moeilijk om ingewikkelde besluiten te nemen. Want je kunt alleen ingewikkelde besluiten nemen als je verschillende dingen tegen elkaar kunt afzetten. Om een voorbeeld te noemen, als ik een keuze moet maken tussen een auto, welke auto ga ik kopen, is het niet een kwestie van grootte tussen twee. Nee, dan moet je eigenlijk een plaatje van alles hebben. Ik vergelijk de kleur, de grootte, de wegligging, dus al dat soort dingen moet je met elkaar kunnen vergelijken. En als je steeds maar een deel met elkaar vergelijkt, ik vind de kleur groen mooier als wat, dan blijf je maar aan het vergelijken. En dat zie je zonder buis. Dat mensen maar met feiten blijven stoeien, maar nooit tot het overzicht komen van, oké, dit is het overzicht, je keuze maken. En dan kun je wel zeggen, ja, vroeger kon dat wel, en eigenlijk moeten gezonde mensen dat kunnen, dus misschien is er wat anders. Maar dat is dus, naar mijn gevoel, een normale consequentie van het feit dat je eendimensionaal, dat je mono wordt, dat je één ding tegelijk kunt. Er zijn trouwens ook heel grote voordelen als je één ding, sommige mensen doen één ding tegelijk zo snel. Ik weet niet of jullie wel eens 2 of 12 opzoeken. Dus dat je gewoon heel snel allerlei informatie opzoekt, dan ben je vaak beter geïnformeerd dan je dokter. En dat zijn heel veel paarden van mensen ook. Je kunt ook heel snel gewoon wel informatie tot je nemen. Maar ingewikkelde problemen in je eentje, dat is heel moeilijk. En dan moet je denk ik ook gebruik maken van de consumentenbond die zegt van deze auto 4 plusjes, die auto 6 plusjes en een min. Nou, dan koop ik die ene. Snap je wat ik bedoel? Dan hebben ze het al gedaan. Maar het heeft niks te maken met dementie. En dat is een beetje de tragiek. Ik denk bij Parkinson, is hier met de kopie, mag ik het zo zeggen, met de kopie vind ik, de intelligentie vind ik, eigenlijk niks mis. Maar ertussenin, dus dat lagere niveau, het middenniveau, op het gebied van tot actie komen, het gebied van stemmen, voelen, piekeren, somberen soms, daar is van alles aan de hand. En dat is een ander punt, dus daar zie je van alles veranderen, maar met het kopje is niks mis. En nou staat de Parkinson-patiënt, staat eigenlijk voor de taak om te begrijpen wat er daar in het midden ergens verandert. Omdat dat kopje hartstikke goed werkt, merkt iemand met Parkinson ook heel erg goed dat hij aan het veranderen is, denk ik, de meeste mensen. En dan moet je wel een betekenis aan. En dat is ook wat een Parkinson-patiënt moet doen. Je moet voor jezelf een betekenis geven en voor de mensen om je heen, die moeten het snappen. En het is dus niet iets van dementie of dat. En ik blijf daar ook verre van en ik vind mensen die dat allerlei onderzoek. Jij kunt. Naar mij heeft het te maken met niet goed begrijpen wat Parkinson inhoudt. Daardoor ga je heel snel spreken over dementie. Ik ga tot slot heel kort nog een aantal dingen noemen en dan kunnen we zeggen, ja, dat herken ik heel sterk. Wat mij altijd, ik begin met het laatste, wat mij enorm is opgevallen is de spanningsgevoeligheid van mensen met Parkinson. Eigenlijk kunnen ze bijna geen stress ervaren. Ik noem het bijna geen stress. Mensen met Parkinson worden veel gevoeliger voor elke rimpeling van het leven. Heel opvallend. Heel opvallend. Ik heb mensen bij me gekregen die de jaar daarvoor nog heel de wereld afreisden. Alleen, en na verloop, en in een korte tijd als het ware, absoluut niet in staat zijn om, alleen het idee al, gewoon het idee al, kunnen ze niet meer. Overal raken ze van slag. Een bezoekje aan een huisarts, of een bezoekje aan een arts, al heb je hem 30 keer gesproken, nog steeds blijft dat spanning opleveren. En nou is het gekke, bij Parkinson zie je dat het naar mijn gevoel eerst in het lijf is en dan pas in de kop. Betekent wel dat spanning altijd in je hoofd zit. He, ik ben bang voor het examen, dus daarom ben ik gespannen. Mensen met Parkinson merken eigenlijk indirect dat ze gespannen zijn. Dat merken ze aan het feit dat hun benen het niet meer zo goed doen,
dat een stemmen niet goed doet, dat soort zaken meer. En dan merk je dus, er zit ergens spanning in de lucht. Maar vaak weten mensen niet eens wat die spanning is. En dat die spanning kan soms een ruzietje zijn met je vrouw de vorige dag, maar het kan ook een slecht telefoongesprekje zijn, maar het kan trouwens zijn. Dus het is ook heel moeilijk om je te wapenen. En soms heb je spanning, en soms heb je absoluut geen spanning. En soms heb je spanning waar elke Nederlander, heb je geen spanning waar elke Nederlander over zijn nek gaat, aangehouden wordt op de snelweg, zeg ik soms, ja. En dan krijg je een wegoplegging en dan ga je helemaal, snap ik dat, is absoluut geen niet te voorspellen. En dat maakt het leven ook zo moeilijk, want ja, dan kun je altijd iets tegenkomen waardoor je slechter gaat functioneren. Want het is gelijk je lijf wat het laat afweten, niet je hoofd. En dat is eigenlijk, ik vind dat dit pas nu wordt het onderzocht. Het is zo normaal iets dat je stress hebt, dat iedereen denkt, ja, je hebt stress. Maar bij Parkinson heb je wel heel erg veel spanning. Je bent veel gevoeliger voor kleine spanningen eigenlijk. Veel gevoeliger. Je stresssysteem vooral. En dat is heel lastig om te ervaren, vooral als je van jezelf dat niet gewend bent. Als je een ijzervreter bent. Ik heb een Rijkspolitieagent, een ijzervreter, die bij ons in Wolfhezen, bij een psychiatrische inrichting gebeurt nog wel eens bij het spoor. Hè? Ja. Die daar rustig de lichamen van het spoor haalde. En nu durft hij zelfs niet meer met hem. Minst of geringst met een trein over hetzelfde spoor. Maar we hebben misschien een kaartje dat je ergens in een, dat soort zaken meer. De stress, gevoeligheid neemt enorm toe. En naar mijn gevoel is dat niet een kwestie van leren, maar is het een kwestie van binnen. Verandert van binnen iets. Wordt nu onderzocht. Want mensen hadden zelf niet door dat ze zo'n hoog stressniveau hadden. Mag ik even wat vragen? Ja. Komt dat dan niet door, zeg maar, door het gebrek aan die ene stof waar u het over had? Dopamine bijvoorbeeld. Misschien zelfs, ik durf daar geen uitspraak over doen, maar nog, het zou wel zo kunnen zijn dat de Parkinson-medicatie negatief uitpakt op het cortisolniveau wat we daarvoor nodig hebben, maar daar ga ik verder niet op in. Okay. Maar het is heel ingewikkeld, maar dat er iets veranderd is heel duidelijk. En dat het niet normaal is, vind ik. En het zou mooi zijn als we daar iets voor vinden, denk ik. Zijn ze ook bezig om therapie dan, om die angst? Nou, daar kun je weinig in therapieën voor. Dat is het lastig. Ik geloof dan veel meer in medische therapie. Ik hoop dan op goede medicatie of wat is de fysiologische basis. Want wij psychologen, wij proberen alles hier in het hoofd te plaatsen. Maar als het in mijn benen zit, en dan pas in mijn hoofd, dan kan ik denken, dan kan ik het niet wegdenken. Dat is een beetje het probleem. Kijk, als ik angstig ben, dat ik in deze zaal fout ga vallen altijd, dan kan ik daar iets aan doen. Maar als ik op een gegeven moment voor alles plotseling iets kan, dan kun je bijna niks aan doen. Het enige wat je kunt doen, zeggen patiënten, zorg dat je goed in de pillen zit, zorg dat je goed gegeten hebt, zorg voor ruimte. Want dit op elkaar zitten is ook heel stressend voor mensen. En je moet de ruimte hebben, dat zijn de dingen. Dus, tot slot, bij Parkinson zie je eigenlijk geen positieve stress meer. Stress. En dan ga je beter presteren. Maar bij Parkinson zie je gelijk, stress werkt gelijk negatief uit. En dan heb ik echt voorbeelden van gezien van mensen die in betrekkelijk korte tijd zo veranderden, dat ik denk van, ja, kijk, je kunt zeggen, je hebt zulke negatieve ervaringen opgedaan en daardoor ben je weer gevoeliger. Nee, in korte tijd veranderde als het ware van ijzervreter naar stresskip. En dan denk ik, zit iets van binnen, dus denk ik. Stress. Ander punt is wat iedereen, niet iedereen meemaakt. Wat zie je de verandering van het gevoelsleven? Je ziet, in de eerste plaats zie je, sommige mensen worden labieler. Dan word je ook, als je ouder wordt, komen de tranen makkelijker. Ik merk dat ik, maar ja, je wordt gevoeliger. En sommige mensen met Parkinson, die worden supergevoelig. Die merken gewoon dat bij het minste of geringste de tranen komen. Nou ja, nee, heb je niet. Niet altijd met de stress had gehad. Zeg, niet altijd met de stress had ik het even. Had ik even een moment
dat ik emotioneel ben. Dat je vol dat je vol ja, dat probeer ik ten gevolg te trekken. Ja, ja, ja. Ja, ademhalen. Ja. Maar dan ga je ademhalen. Dan ga ik rustig. Ja. En dan zakt het weg. Ja. Het is iets van, op zichzelf is dat natuurlijk iets, ja, het is een kunstfoutje. Ik zeg wel dat het thermostaat staat iets te laag af. Je gaat iets te snel over. Dus mensen schieten makkelijker vol. Maar dat zie je ook als mensen ouder worden. Kan het soms lastig zijn, meestal is het geen enkel punt. Kun je het gewoon. Maar ik heb ook een onderwijzer gehad die niet met droge ogen kon vertellen tegen in de zesde klas. Tegen de ouders van mijn leerling dat hun zoon zo'n geweldig ding thee had gedaan. Dus ik kon geen positief nieuws brengen zonder te huilen. Ja, mama. Dat is een beetje lastig. Maar dat is één kant van de zaak. Dus sommige mensen worden, je ziet dus dat labieler worden. Maar je ziet ook heel veel Parkinson-patiënten klagen over het feit dat ze afvlakken. Dat sommige mensen zeggen, ik kan niet meer bij, ik heb geen hoogtepunten en geen dieptepunten. Sommigen zeggen, ik kan mijn geluksknop niet meer vinden. Dus als het ware is dat ze het gevoel hebben, die diepe gevoelens van vroeger, die zijn aan het verdwijnen. En ja, dat weet ik niet, het wordt heel vaak gezegd, het heeft wel natuurlijk tot gevolg dat je minder snel in vervoering raakt. Als je niet zo snel voelt, ja, dan ben je wat vlakker. Partners klagen ook nog alles over. Ik vind dat mijn man of vrouw zo weinig inlevend is. Ja, daar kan ik nu nou over gaan praten. Maar het zou kunnen zijn als je gevoelens afvlakken, dat je dan ook minder makkelijk je kunt inleven in hoe anderen zich voelen. Partners zeggen vaak dat ze dat waarnemen. Maar dat is heel gecompliceerd, want dat kun je niet zo 1, 2, 3 zeggen. Je kan allerlei redenen hebben. Maar dat zegt iets over dat voelen. Er zit iets met het voelen, dat verandert wat. Waar je ook wat ziet veranderen bij sommige mensen, is ik vind dat heel veel, kijk, op Parkinson wordt gezegd, ook alweer, dat 40-50% wordt depressief. Dat wordt gezegd. Nou, volgens mij is dat ook niet juist. Ik snap wel waarom dat gezegd wordt, maar ik denk dat de verkeerde interpretatie is. Ik zie bij mensen met Parkinson dat er een aantal is, niet iedereen, lang niet iedereen, die de neiging heeft tot somber en tot beren op de weg zien. Ik noem het beren op de weg. Het norm, altijd is er iets wat mis kan gaan. Altijd is er iets wat mis kan gaan. En dat zijn vaak hele onbenullige dingen. Dat kan lopen van een los schroefje in de deur, een dakpan die er afwaait. Nou, alles kan het zijn. En op zichzelf, oké, maar het kan vaak mensen heel erg bezighouden, zodat het levensplezier als het ware naar de knoppen gaat. En dan ontwikkel je, naar mijn gevoel, wel een depressie. Maar ik denk dat dit soort verschijnselen vaak al worden gezien als tekenen van een depressie. En ik denk, nee, dit is de normale verandering van binnen die je bij Parkinson ziet. Sommige mensen die slikken gewoon, als ik tegen hen zeg, ja, je hersenen flikken je een kunstje. Nou, dan maak je ineens druk over dingen. Zeg maar dat je er niet, hè? Maak maar iets van, ik doe niet mee. Of, en mensen, sommige mensen zijn daar, dan leggen ze het opzij. Sommige mensen hebben veel meer, is het veel moeilijker om dat sombere tegen te gaan. Maar het is wel heel belangrijk om te beseffen dat het sombere vaak nergens op slaat. Het heeft geen diepere achtergrond of zo. Je bent niet zo ongelukkig. Je moet alleen, je kunt niet meer uit jezelf, heb ik weer, op een ander spoor komen. Dus ook voor partners soms, alsjeblieft, ga door, doe, ook al ziet iemand heel veel beren op de weg, duw soms is het gewoon door, want die beren verdwijnen. Die agent zei laatst tegen mij van, toen ik kwam had ik 11.000 beren en die zijn er allemaal weg en nu heb ik er 12.050. En ik ga ze ook niet. En ik weet ook wel wat dat ze gedaan, maar ik heb er wel steeds vergald zijn plezier. En we hebben echt in onze kliniek wel geëxperimenteerd toch met wat zwaardere medicijnen als mensen er echt zoveel last van hebben dat het gewoon niet meer plezierig is. En dat zijn niet gewoon de antidepressiva of zo, dan kom je wel aan een andere kant. Maar dat kan de stemming behoorlijk
ja, behoorlijk bederven. En dat is eigenlijk wat je ook nog wel ziet. Die neiging tot zonde. En wat je soms ziet, is dat mensen hun gevoelens niet meer kunnen herkennen. Dan zeggen ze, ja, ik voel me onheil, ik voel me onvaard, ik weet niet hoe het zit. Ik weet niet hoe het zit. Zoals ik me nu voel, heb ik me nog nooit gevoel, maar ik kan het geen naam geven, bij wijze van spreken. Nou, dat is ook zoiets, dat die koppeling tussen normaal gesproken is, komen de gevoelens bij wat je denkt. Ben je op een begrafenis, dan voel je je wat verdrietig. Dat gaat vanzelf. En bij Parkinson zie je soms, dat denk ik, gevoelens soms... Kijk, Parkinson is, als je het algemeen moet zeggen, is moeite om uit jezelf met actie te beginnen. Moeite om met jezelf naar een andere gedachte te komen. En met moeite ook misschien om uit jezelf naar een andere gevoelens te komen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dat zie je, dat is heel vervreemdend. Want dan voel je het dus als het ware, en je kunt het geen naam geven. Dat zie je ook wel. Ja. Ik denk nogmaals. Kijk, vaak komt dit allemaal heel zwaar over. En Parkinson is natuurlijk een hele pittige ziekte. Maar ik denk als je weet wat er speelt, wat er kan spelen, want niet iedereen is het allemaal hetzelfde, heb ik al gezegd. Maar heb je in ieder geval. Dan word je al niet overvallen door wat je overkomt. Dat is stap 1. En stap 2 is dan kijken wat je kunt terugpakken in wezen. Dus in die zin vind ik Parkinson, ik vind het een rottige ziekte, ik vind het een mysterieuze ziekte. Maar ik vind ook een ziekte die het leven van mensen lang niet helemaal wanlegt. Dus mensen kunnen toch heel lang gewoon leven, op een andere wijze. Alleen, we moeten het wel van elkaar weten wat je wel en niet kunt verwachten van iemand met Parkinson. Dat is een belangrijk punt. Kijk, ook omstanders moeten goed beseffen dat ze soms hun mond moeten houden. Dat is heel moeilijk. Soms moeten ze zwijgen, maar soms moeten ze juist praten. Want dat is het punt. Mensen met Parkinson hebben vaak juist die hoe noem je dat, dat laaltje nodig. Om mee te komen. Dus, als mensen met vrienden zijn en je praat allemaal met elkaar over, nou, dan zie je soms, dan klim je tot op grote hoogte. Waarom? Omdat je gewoon, dat laddertje wordt je volgt, je klimt gewoon mee. Maar dat is iets anders, dat jij uit jezelf een nieuw onderwerp moet bedenken. Dat is een totaal ander punt. Dus soms moeten mensen om je heen zwijgen, maar ze moeten ook vooral soms juist laddertjes gebruiken. En dat doen we vooral omstand, maar dat kun je niet altijd van een partner verwachten. Die kan niet de hele dag met de ladder klaar staan. En dan wil ik het hierbij houden. Ja? Okay. Ik dank u voor het aandacht. Nou, zeg ik het maar even heel netjes, meneer Adnaus. Ja, je hebt het gezien, hè. Ik hoef er niks meer aan toe te voegen, want ze hangen aan je lippen. Al deze mensen. Ik ben ervan overtuigd wat ik in de pauze al hoorde, wat deze man ons vertelt en wat veel partners als mantelzorgers, als vrouwen en mannen van zoveel herkenning die wij nu deze middag van jou gekregen hebben weer. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt, oh, daar heb ik, dan staat de spreker ook even stil, want daar heb ik ook geen woorden voor. Maar ik weet zeker dat jij nog heel veel werk te verrichten hebt. En hier nog heel vaak welkom bent. En dat we nog heel veel met jou uit de... Nou, hoe moet ik het zeggen? Uit te zoeken hebben. Nou, ik heb tijd, hè. En ik wil... Ja, daarom. En dan een heel... En omdat ik wist dat gisteren zijn boek uitkwam en dat meneer Ad gisteren zijn afscheid had, ik denk, en van je vrouw hoorde, het huis staat vol bloemen en alcohol, daar houd ik niet van. Dus bij deze een hele kleine attentie van ons, dat je hier bent, daar kan je dan nog een tijdje van snoepen. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dan heb ik vanaf nu, dus hartstikke bedankt. En zijn er vragen, ja, dan Ad is nog wel even hier. Het boek is nog steeds te koop, want dat wil ik ook zeggen. Ik had het boek niet gelezen, het komt gisteren pas uit. Het is totaal geen medisch boek,
maar het is een boek met allerlei informatie, gewoon de praktische aanvulling die wij, de partners van mensen met Parkinson tegenkomen en die de patiënten, de mensen zelf met Parkinson tegenkomen. En het is een boek, ja, het is één en al herkenning zoals deze middag was. Dankjewel en tot de volgende keer.